Hit me where the light is, hit me where the bright is. To let be, can you show me where the... Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Melanie Sinscha en ik ga vandaag deze krultank met jullie testen. Dit is de World's Pro. Ik weet niet precies hoe die heet, de naam staat in de titel. Dus ik ga vandaag lekker testen in mijn dunne plukje. Ik heb namelijk 13 mm besteld, omdat ik dus heel dun haar heb. En als ik een dikke krultang gebruik, dat werkt niet. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze wel werkt in mijn haar. Dus we zullen zien. Ik heb de krultang besteld bij knipandgo.nl. Ik was wel een beetje bang, want ik dacht van, die site ken ik niet. En tegenwoordig word je zo vaak opgelucht. Dus ik dacht, probeer het gewoon. Hij was heel goedkoop. Hij was iets van 20 euro. En ja, het liefste bestel ik gewoon krultang via bol.com. Maar daar hadden ze niet meer zo'n dunne van 13 mm. Want mijn haar is gewoon heel dun. Dus ik heb een dunne nodig. Ja, ik doe maak hem even open. Tada! En nog een gebruiksaanwijzing zit erin. Maar ik denk dat ik wel weet hoe een krultang werkt. Nou, dit is het. Je ziet al gelijk dat het een heel dun stangetje is. Ik heb vaker krultang getest. En die werd best wel goed bekeken. Want ik vind het zelf ook heel erg fijn als ik een krultang bestel. Om eerst even te kijken via YouTube. Om te kijken hoe de krullen pakken bij verschillende soorten mensen. En ik ben dus het mens met het weinig haar. En gewoon dun, kort. Had ik maar meer haar. Maar dat kunnen we niet bepalen. Dit is de krultang. Er zitten twee knopjes op. Ik weet niet of jullie het zien. Er zit een knopje op, een aanknop en een uitknop. Hij kan niet verstellen qua temperatuur. Dat zag ik ook al in de recensies. Dat was dan wel weer een minpuntje. Je kan het zeg maar zo doen. Voor de rest heb ik er wat over te zeggen. Nou, hij kan het stopcontact. En dat is het. Zullen we het maar gewoon gaan testen? Doe ik hem in het stopcontact, maak ik hem even warm. En zo. Ik heb nu een stopcontact. Dan doen we hem nu aan. En dan gaan we kijken hoe lang het duurt. Tot de krultang warm is. Oh, ik vind mezelf zo bleek geworden. Vreselijk. Dus ga ik mijn haar even insprayen met een heat spray, styling spray. Aangezien mijn haar echt helemaal dood wordt. Dat laatste tijd puur. Het is gewoon zo dun. En als ik dan één keer mijn haar stel of krul, dan breekt het gewoon al af. Dus we doen het plukje even uit. Gewoon lekker veel. Dan borstel ik het altijd even door. Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat het eindelijk een krultang is. Die wel gewoon mooi pakt bij mijn haar, weet je. Oké, hij is heel warm al. We gaan gewoon beginnen. Oh, wat schattig. Kijk, deze krulletjes vind ik leuk. Nog, hè? Altijd de eerste die lukt en dan de rest van het haar wordt poep. Dus we gaan nog even niet te blij zijn. Oeh, ik raakte mijn hoofd uit. Heel fijn. Oh, wat leuk. Mijn haar wordt wel een stuk korter ervan, aangezien het is al heel erg kort. Voor de mensen die zeggen, ben je bleek? I know. Ik moet echt eventjes op vakantie. Oh, ik vind het leuk, kijk. Toch? Vet leuk. Als jullie kort haar hebben, echt een aanrader dit.
soort van klaar. Ja, en jullie het zien, dus het verschil, stijl en krul. Ik hou ervan. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Het kan mooier. Het is ook de eerste keer dat ik het doe met deze tang. Nu ben ik wel een beetje achtergekomen hoe je de mooiere krulletjes maakt. Maar we gaan door met de andere kant. Op een of andere manier krult deze kant nooit zo goed als mijn andere kant. Nou, op zich, dit gaat oké. Okay. Maar het is niet hoe ik het wil. Ja, leuk. Ik had deze iets te ver uitgetrokken. Oh, ik vind het wel echt te kort hoor. Maar ja. We fixen dit. Oh, een tijdje zag eruit. Daar denken we aan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vonden jullie leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei! Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is.